gun. Mensen van Ambuker daar, waar nog wel een partij is gebeurd. Nog
alsjeblieft, blijf achter de dubbele omheining. Iedereen achter de dubbele omheining, alsjeblieft. Nog twee ronden voor Bote Klerk. Dan voor Nicola Bote. Jawel, die krijgt het zijn van een uurwerk. Inderdaad, maar hier is Jonas al. Oh, hier is Jonas van de Wallo. Ah, dat bleek er mee geen 4 seconden meer te zijn. Die zit als vierde junior in de wedstrijd. En Kay van Pottenberg is de eerste. Ja jongens. En dan die strijd voor de daszege. Jonas van der Wallen en Nick Lamboten. Ja, bij de nationale is het kampioenschap. Al te slecht. Ja, daar is hij denk ik. Jawel. Het kampioenschap af. Bij de nationale MX2 als reekswinnaar. Kampioen bij de nationale MX2. Stanley Verstraeten. 2 wordt hier Botenklerk. 3 Nicola Bote. 4 voor Jonas van der Wallen. Die wordt waarschijnlijk eindwinnaar met een betere chrono. Maar we moeten nog opletten hier. Hè. Op het Kay van Pottenberg. Kay van Pottenberg en Damon Ingelsen. En Aron Spruiten die zit er ook nog tussen. Hier Dylan Leclerc. Daar. Aankomst van Kay van Pottenberg. 2 Aron Spruiten. 3 Mathieu van der Wallen. Dat is een nationaal als Bart Klein. En als Damon als vierde eindigt, heeft hij nog 2 puntjes bonus. Jawel. Jawel. Maar dat zijn voorlopig officieus. Hè. Nee, verwacht en ik wacht nog op. Dan moet je nog even op wachten. Ja,
Voilà, proficiat, Gilles Colabé. Met de derde plaats in het WK bij de junioren. Van de nationale MX2 en hoogstwaarschijnlijk eindwinnaar.